Yes, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze allereerste Vitesse quiz, georganiseerd door onze hoofdsponsor eToro. Vandaag nemen Miliano, Jonathans en Jeroen Houwer tegen elkaar op en wordt hun kennis op de proef gesteld. Wie van deze twee jongens weet het meeste over Vitesse en wie kan zijn teamgenoten het beste inschatten? Ik hoop dat deze jongens echt hun best gaan doen, want na het einde van deze drie quizzen moet het verliezende team een hele vervelende opdracht uitvoeren. Dus geloof mij, je wilt echt niet verliezen. Maar goed, genoeg gepraat, laten we doorgaan naar ronde 1. In de eerste ronde beantwoorden beide spelers vier Vitesse gerelateerde vragen. Elk vraag heeft maar één goed antwoord. Beide spelers hebben 7 bordjes in hun hand, weten zij het juiste antwoord te geven. Oké, dan komt hij, de eerste vraag. Welk oud speler of speler is de grootste investering ooit geweest van Vitesse? Welke speler? Bordjes graag. Ik weet het niet, jongens. We hebben een goed punt voor Houwe. Ja, was natuurlijk Bob Peters. Oké, het staat 1-0. We gaan door naar vraag 2. Welke speler heeft de hoogste marktwaarde volgens Transfermarkt? Kom op, de tijd tikt door. Ja, ik... Nee, allebei fout. Allebei fout. Wie was het? Kozlowski. We gaan door naar vraag 3. Welke speler heeft de hoogste beoordeling op FIFA? Maar ik speel niet zo vaak FIFA. Ja, ik denk deze. Applausje hoor, allebei goed. Oké, 2-1. We gaan door naar de laatste vraag in ronde 1. Welk oudspeler heeft de meeste Eredivisie doelpunten gemaakt voor Vitesse? Oké, beide goed. Het was natuurlijk Matthew Amoah. Keeper staat voor, hè? Houwe staat voor in ronde 1 met 3-2. Ronde 2 is eigenlijk heel erg simpel. Beide heren krijgen namelijk 5 vragen voorgeschoteld en zij mogen die vragen op een hele leuke en creatieve manier gaan beantwoorden. In deze ronde bestaat geen goed of fout. De leukste uitleg krijgt namelijk gewoon een punt. Maar we hebben iets leuks in deze ronde. Bij deze ronde mag je namelijk de eToro Joker inzetten. Die eToro Joker mag je gebruiken, het groene vlagje steek je omhoog en dan mag je een andere speler opnoemen dan de speler die op het bordje staat. Op deze manier kan je dus echt je eigen antwoord kiezen en kijken we hoe creatief de spelers zijn. Oké, we beginnen even bij jou, Jeroen. Welke speler investeert het meeste aan zijn uiterlijk? En je moet een beetje een leuk antwoord geven, ja? Nicolai Baden. En waarom? Ja, ik zie hem altijd alleen maar voor de spiegel staan en naar zichzelf kijken. Dus. Goed antwoord. Ja, daar was ik het volkomen mee eens. Jij was het er volkomen mee eens? Ja, helemaal. Ja, dat vind ik geen goed antwoord. Dus het is 1-0 voor Jeroen. Ja, ja, we gaan door naar vraag 2 in ronde 2. Welke speler zou het eerst meedoen aan een tv-programma? Welke Mo speler? De show. Mo. Mo, oké. Okay. Ja, die is gewoon echt een showmannetje. Een modeshow zou die meedoen? Ja, oké. Okay. Jeroen? De Groen? Ik denk Thomas Buiting. ik denk dat hij alles beter weet. Ja? Ja, ik zou eigenlijk wel een programma willen horen. Dat heb ik niet gehoord bij Jeroen, dus 1-1. Ah. We gaan naar vraag nummer 3. Welke speler investeert het meeste geld in luxe producten? Jeroen, we beginnen bij jou. Ik denk Kjell Scherpen. Hij heeft 2 dikke auto's. Ja, ik denk weer Mo. Jij denkt weer Mo? Die heeft ook 2 dikke auto's. En, ook 2 dikke auto's? Ja, die ziet er altijd goed uit. Ja, dat is eigenlijk weer hetzelfde antwoord. Hij heeft niet geleerd hè, van zijn eerste fout. 2-1 voor Jeroen. Juist. Ik heb wel gelijk. Oké, vraag nummer 4. Welke speler zal als eerst gebruik maken van eToro's copy trader, omdat hij er zelf niks van begrijpt? Nou, ik zelf, want ik begrijp het niet. Nee, dat snap ik. Ik vind het, dit is al een heel goed antwoord. Nick Japi. Japi? Ja. Ja, oké, 2-2. Laat maar. 2-2. Hey, we gaan door naar de laatste vraag. Vraag nummer 5. Welke speler doet vaak de meest belachelijke aankopen? Ik denk Kasper. Wat heeft hij gekocht dan? Ik heb geen idee. Oké. Als je deze goed doet, dan win je. Ik denk Baden. Want? Ja, die... gewoon, denk gewoon. Ik vind eigenlijk gewoon allebei niks. Kan het? Oké, Jeroen heeft gewonnen. Hoezo, Jeroen? Hoezo? Hey, I got your back, bro. Oké, jongens, dit was ronde 2. We gaan nu door naar ronde 3. De laatste vraag is een inschattingsvraag. De persoon die het dichtst bij het juiste antwoord zit, krijgt namelijk een punt. Wat is volgens Transfermarkt.nl de transferwaarde van Jeroen Houwe? Willen jullie allebei laten zien wat je hebt geschreven naar de kijkers? Nou, het is weer een close call. Hij heeft 500.000 en jij hebt 400. En het juiste antwoord is 500.000. Oh, hij weet zijn eigen toch? Ja. Oké, mannen, we zijn klaar met de quiz. Het is een 3-0 overwinning voor Jeroen. Ja. Had je het beter kunnen doen of? Nee.
Nee? Nee, vragen zijn niet, waren niet eerlijk. Nee? Nee. 3-0. Jantje, ja, toch? 3-0 Jantje, inderdaad. Hey, dit was quiz 1. Volgende keer zien jullie quiz 2 met 2 nieuwe spelers. Ik vind het toch nog niet... Ik vind dit echt een scheidverhaal, zeg. Het is toch allemaal net... Nee, maar dit is geen scheidverhaal. Dit is echt een scheidverhaal.